naar Joppe Menes. Ja, Den Bos die ook start in de man-to-man defense. Ja, voilà, daar al heeft Jefferson al zijn naamkaartje afgegeven. En terug de rebound voor Amat. Ja, zo gemakkelijk. Ja, de verdediging van Den Bos, het is precies. En daar dan Jefferson terug bij de bal. Die al had hij voor zijn 8e punt. Ja, voilà. 8 punten in een goede 4 minuten voor Jefferson. Ja, Thomas van der Mars. Lee Moore. Terug. De pick and roll die mislukt bij. En daar terug die offensieve transitie. Ja, met Jefferson. Het totaal op 4 ploegfouten brengt voor Oostende. Dus iedere fout die nu begaan wordt, is aan de vrijworplijn voor Den Bosch. Ondertussen stond er een 20er op een bord. Dat. Ja! En daar is Simon Buysse. Dat moet zeker, als men wil nog een wedstrijd van maken, moet men dat, dat mag men niet laten liggen natuurlijk, die gemakkelijke inleggers. Ja, mooie spin move. Mooie spin move van Damon Jefferson. Ervaring in het buitenland. En nu is hij natuurlijk... Ja, mooi. Mooi pas van Ralf Pachter. Heel, heel mooi. De open speler van 2,9 meter. Ja, daar gaat hij. Ja, het is om duimen en vingers af te likken om zo'n speler bezig te zijn. Ja. En daar de baseline cut. Ja, en mooi. Er zitten toch een paar klappers tussen, hoor. Ah, mooi inside. Ai, Buysgaard heeft daar niet goed. Ja, Kozert, dat slaat de handen. Screening aan de Matthias Tas. Buysse. Ja, Buysse die voor de gemakkelijke inlegger. Ja, wordt daar werkelijk. Ja, screen. En daar moet er terug. Ja, en daar gaat hij er toch in. Ja, Buysse vandaag. Ja, Jefferson, 26, een thuiswedstrijd, ja, 3 punten er nog van, een thuiswedstrijd hier tegen Bal Limburg-Weert. Voilà, daar is het einde van de wedstrijd.